Goedendag, vandaag gaan we de badkamer bespreken. De badkamer en het array. Wat is onze combinatie? Hoe moeten we dit bekijken? Nu, zoals we zien hier op de linkerkant, is er een badkamer getekend. En het is heel duidelijk te zien dat er verschillende soorten zones opgetekend zijn rondom het bad. Waarom is dat zo belangrijk? Wel, in onze badkamer is namelijk een van de gevaarlijkste plaatsen voor elektriciteit in ons huis. Het is namelijk de grootste kans om geëlektrocuteerd te worden, vermits wij, als wij nat zijn, beter gaan geleiden. Dus we moeten er dan ook als elektricien alle moeite voor doen om de mens zoveel mogelijk te beschermen. De badkamer. Het array is heel bijzonder veeleisend op het vlak van veiligheid in de badkamer. En dat is ook terecht, want als we gaan kijken, dan zien we dat water en elektriciteit totaal niet goed samengaat. Want elektrocutie gaat veel gemakkelijker gebeuren als wij nat zijn dan dat we droog zijn. En alle kringen, behalve de zeer lage veiligheidsspanningskringen, die moeten dan ook verplicht worden beveiligd met een differentieel schakelaar van een 30 milliampère. Alle natte plaatsen in je huis, zoals ook de kelder, als je misschien een natte zolder hebt, als je een garage hebt, maar ook zeker en vast dus onze badkamer, moeten verplicht met een differentieel beveiligd worden tot maximum van 30 milliampère. En deze 30 milliampère differentieel of verliesstroomschakelaar moet zich in de verdeelkast bevinden. Nu, als we naar de badkuip gaan zien, dan zien we er verschillende volumes. We zien volume 0. Volume 0, dat is in het bad zelf, dat is volume 0. En daar is eigenlijk alle elektrische materieel verboden. Nu, er zijn kleine uitzonderingen tot 12 volt. Waarom? Omdat er sommige mensen graag een lampje laten branden, een kleurt lampje, een ledlampje in hun bad. En daarom hebben ze de laatste jaren besloten dan toch om een kleine voltage tot 12 volt wisselspanning toe te laten in onze badkuip. Maar natuurlijk, logischerwijs gaat men voor proberen, tot over een aantal jaar was dat dan ook zo, het alle elektrisch materieel te verbieden. Dus dit is volume 0 in het bad, zoals u links en rechts ziet. Dit is een badkuip en dit is een badkuip en die heeft een vaste wand aan de zijkant. Hier ziet u dat deze tweede zone een beetje breder zal zijn straks. Nu, dan hebben we volume 1. Volume 1 is bovenaan het bad. Alles wat boven het bad is. In dit volume is alleen elektrisch materiaal toegelaten dat gevoed wordt door een zeer lage veiligheidsspanning van ten hoogste 12 volt wisselspanning, eveneens hetzelfde als in het bad. Het voedingstoestel voor deze zeer lage veiligheidsspanning moet zich verplicht buiten de zones 1 en 2 bevinden. Dus het is zeer belangrijk dat deze veiligheidsspanning van buitenaf komt en niet in of boven het bad hangt, natuurlijk. Wij gaan alles eraan doen om het zo veilig mogelijk te maken. Nu is er toch één uitzondering en dat zijn de warmwaterverwarmers op laagspanning. Deze zijn wel toegelaten, maar ook natuurlijk niet aangeraden. We gaan deze toch liever ergens anders plaatsen. De beschermingsgraad van al in dit volume geplaatste elektrisch materieel moet tenminste IPX en 4 en dan nog iets achter zijn. Dus dat betekent spatwaterdicht. Maar nogmaals, liever niets. Zowel in volume 0 in het bad als volume 1 boven het bad. Nu, boven het bad, boven de 2,25 meter, daar mag er dan weer wel elektriciteit, bijvoorbeeld spotjes, geplaatst worden. Waarom? Omdat men zegt, als men recht staat in zijn bad, 2,25 meter, kan men normaal gezien niet aanraken vanuit je bad. Dus daar is dan het meer een veilige zone. Dus daarboven gelden dan andere normen. Dan gaan we naar volume 1 bis. Volume 1 bis, dat is de volume onder het bad. Ja, daar is ook een zekere bescherming. Nu, het elektrisch materieel dat toegelaten is in het volume 1 bis is beperkt tot het strikt noodzakelijke voor de werking van een badkuip, bijvoorbeeld een hydromassagebad, het broebelbad, zoals dat we dikwijls daar tegen zeggen.
Dus het toestel mag op laagspanning gevoed worden, mits er aan verschillende strenge voorwaarden voldaan is. Een van de belangrijkste voorwaarden is dat de badkuip niet uit metaal is vervaardigd. Ook een kanttekening is het heel belangrijk dat er ook, als wij een stekker aansluiten, mag er eigenlijk geen stekker aanwezig zijn. Deze moet rechtstreeks in de muur aangesloten worden op een soort stopcontact waar juist onze draad binnen kan en afgeschermd wordt voor van de rest van het bad. Dus het mag niet onuitplugbaar zijn. Het moet rechtstreeks in de muur vastgemaakt worden met een spat waterdicht koffer, zodat er geen water in kan komen. Dus eigenlijk is er ook alle spanning verboden, behalve alles wat men nodig heeft dan voor onze hydromassagebad of ons broebelbad. Dus dat is volume 1 bis onder het bad. Nu komen we aan volume 2. Dat is deze zone hier rondom het bad. De 60 centimeter, ofwel 0,60 meter. Volume 2 bevindt zich hier een verticaal begrensd 60 centimeter buiten volume 1 en horizontaal op de 2,25 meter hoog. Dus wij gaan ook weer deze 60 centimeter moeten rekening houden. Dat toegelaten is hetzelfde dat toegelaten is in volume 1. En dan komt er iets bij. Dat zijn de verlichtingstoestellen op laagspanning op minimum 1,6 meter boven de vloer. Contactdozen, elk individueel beschermd door een veiligheidstransformator. Dus we moeten dan verplicht, als we daar iets in deze 60 centimeter willen zetten, moeten wij een veiligheidstransformator met een vermogen van maximaal 100 watt gaan aanschaffen. De contactdozen beschermd door een differentieel schakelaar met een gevoeligheid van 10 milliampère. Dus een zeer gevoelige differentieel. Dat zal ook een prijsplaatje met zich meebrengen, want deze differentieels zijn tamelijk duur. De beschermingsgraad van al het in dit volume geplaatste elektrisch materiaal moet ook tenminste IPX4 en dan nog iets achter zijn. Dus IPX41 bijvoorbeeld, of 48, 47. In ieder geval, het moet een hele hoge IP-waarde hebben en het moet dus eigenlijk met andere woorden spatwaterdicht zijn. Dan komen we in volume 3. Volume 3 bevindt zich hier nog eens 2,40 meter buiten deze zone. Dus het volume hier. Dus alles buiten volume 2, verticaal begrensd tot 2,40 meter, gemeten vanaf volume 2. En een horizontaal begrensd, dus ook in de hoogte, tot 2,25 meter. Zeer belangrijk, ook hier ziet men dat. Ook een beschermingsgraad van al in dit volume geplaatst elektrisch materieel moet tenminste X1 en dan iets achter zijn. Dus in dit volume moet alles tegen druppels kunnen. Geen spatwaterdicht materiaal zijn, maar toch druppelbeschermend zijn. Dus dat zijn onze twee belangrijke punten die we moeten overlopen. Dus dit is een bad. Nu, dit is een bad met vaste wand. Ook geldt dit voor onze badkuip. Hier is dan volume 0, volume 1, volume 1 bis onderaan. En volume 2 is ook eveneens 60 centimeter. Hier ziet ook de stortbadkuip met vaste wand. Hier ziet u ook heel duidelijk dat er ook deze normen hier gelden. En ook nog eens 2,40 meter. Dus als u in uw badkamer zowel een douche hebt staan als een bad, dan moet u zeker en vast met deze regels alles in het oog houden dat u deze niet per ongeluk gaat verbreken. Tarij is hier heel strikt over. Ook meermaals wordt er aangeduid dat het heel belangrijk is dat we die 30 milliampère differentieel of verliesstroom of flexstroombeveiliging moeten plaatsen in een badkamer. Nu wordt er ook dikwijls automatisch bij een aankoop van een hydromassagebad nog eens een extra 30 milliampère beveiliging opgezet. Ook als men een bad zelf, stortbadkuip zelf plaatst, moet men altijd rekening houden met 60 centimeter rondom rond
En hier met een vaste wand ook die 60 centimeter proberen in ere te houden. Nu nog eens een keer alles op een rijtje. Dus volume 0, liever niets. Maar als het dan toch moet, tot 12 volt wisselspanning. Of een voeding van 6 volt wisselspanning. Ook, u ziet de grote IPX7-waarde. Dat wil zeggen dat deze ondergedompeld mag worden in water. Logischerwijs ook moet het eigenlijk hetzelfde kwaliteit zijn zoals in een zwembad, zodanig dat er niets van water uit je bad loopt en de persoon die in het bad zit niet geëlektrocuteerd kan worden. Dan hebben we ook de IPXXX, zo veilig mogelijk. Dan hebben we de volume 1 boven het bad, de water verwarmen met een heel hoge IPX en ook een vastgemaakte voeding. Dan de voeding tot 12 volt, hetzelfde eigenlijk als in volume 0. Dan volume 1 bis onder het bad, de installatie voor de hydromassage met een voedingspunt aangesloten naast de badkuip. En dan hebben we nog 2, waterverwarmer voor vaste opstelling, verlichting minimum 1,6 meter hoog. Dan een vast opgestelde verwarming met ventilatoren klasse 2, ook allemaal IPX4, dus spatwaterdicht. Dan hebben we een contactdoos via een transformator van maximum 100 watt. En een contactdoos moet gevoed zijn via een differentieel van 10 mA. Dit is allemaal in deze 60 centimeter zone naast het bad. En hebben we nog de voeding, 12 volt, wisselspanning maximum. Dan hebben we nog het derde, dus die 2,40 meter rond het bad dan nog eens. Dan hebben we de drivers voor elektrisch materieel of de zeer lage veiligheidsspanning 12 volt AC. Dan nog één ding, een bijkomende equipotentiale verbinding moeten wij steeds strekken tot aan ons bad. Alle vreemde geleidende delen, water, gas en ook uw bad en massa's elektrische materieel op lage spanning en zeer lage spanning moeten plaatselijk met elkaar verbonden worden. Ik zou het anders formuleren, alle grote ijzeren en metalen delen moeten verplicht geaard worden. Zoals u ziet, een verwarmingstoestel is zeker en vast, ook al is dat op gas, een groot ijzer en metalen deel. Ook uw bad is gemaakt uit inox. Het koper kan dat zijn, dat is altijd een metaal. En omdat dat metaal geleidend is, moeten wij ook ons bad aarden met een 4 vierkante millimeter. Wilt u met een 6 of een 10 of een 16 vierkante millimeter uw bad aarden, is ook geen enkel probleem. Wel wil ik een kanttekening maken, deze aardgeleider mag nooit onderbroken worden. Doen we dat wel, dan kan er weer kans op elektrocutie ontstaan. Dus deze geleider, deze geel-groene geleider, nooit onderbreken en rechtstreeks aansluiten tot aan uw hoofdaardingsklem. Goed, een dubbelpolige schakelaar wordt natuurlijk aangeraden in onze badkamer. Met onze voorkeur gaat daar zeker en vast naartoe. Waarom? Zowel de L1 als uw neuter. Uw neuter of uw L1 worden zodanig verbroken dat er zeker en vast geen stroom meer op onze lamp kan staan en dat wij zeker en vast veilig werken. Weliswaar is dit geen verplichting meer sinds 2006, maar natuurlijk wel een sterke aanbeveling. Dubbelpolig is altijd veel veiliger en zorgt ervoor dat er zeker en vast geen stroom kan naar de lamp vloeien als het niet moet. Dan wens ik u nog een fijne dag verder en ik hoop dat u iets mee bijgeleerd heeft.